Op dit moment luisteren jullie naar Primario Podcast, een programma dat zich focust op art, music en culture. Kun je jezelf hierin vinden? Of ken je iemand die dit soort dingen vertegenwoordigt? Laat het even weten. Alle links staan in de beschrijving. I said sit back and relax and stay flex. Primario in the house. Het heeft 1,5 maand geduurd, dames en heren. En ik ben zo blij dat ik weer met jullie kan praten. Het voelt ook gewoon goed, hoor. Sowieso. Primario Podcast seizoen 2 is officially van start gegaan. Wat heb ik dan in die 1,5 maand gedaan, dames en heren? Ik heb eigenlijk opgeschreven van wat er anders kan qua podcast. Ik heb ook nagedacht over de kleuren en vormgeving. De richtingen. Hoe ik het beste mezelf kan presenteren naar de luisteraars en abonnees. Dus voor mijn gevoel, ik zeg niet dat ik erin ben geslaagd, maar voor mijn gevoel is nu al een kleine verbetering gekomen. En ja, mijn podcast gaat dus iets meer richting de art, music en culture. De reden waarom ik voor deze 3 dingen heb gekozen is omdat ik hier het vaakst mee bezig hou. Kijk, ik ben een radiopresentator. Radiopresentator, die zijn meestal in contact met muzikanten. En muzikanten hebben meestal een message. Hè? En dat message kan soms wel gericht zijn op cultuur of maatschappij of iets met jongeren of iets over racisme, discriminatie. En het doel is van de muzikant is natuurlijk om hun omgeving of de wereld beter te maken. Of om te laten inzien van, kijk, dit is wat er gaande is. Dit hoort niet zo. Ja, en soms kan het ook gaan over iets wat superleuk is. Maar goed, dat is zeg maar de richting cultuur. En ja, muziek vind ik ook altijd super interessant. Kijk, als je muziek maakt, komt er veel bij kijken. Al ben je bezig met evenementen of ben je bezig met business zoals vertegenwoordigen, managen, uitbrengen van muziek of je bent zelf vocalist of een producer. Er zit zoveel bloed, zweet en tranen en dat wil je heel graag zeg maar aan de luisteraars op een of andere manier doorgeven van kijk, het is niet zo makkelijk als jullie denken. Hè? En art. Ja, kijk, ik ben een DTP'er. Een DTP'er, dat is zeg maar een opmaker. Die maakt dus bijvoorbeeld briefpapieren op. Brochures, die maken verpakkingen. En alles aan de hand van wat een grafisch vormgever heeft gemaakt. Maar denk maar ook aan waar heel veel DTP'ers werken, is bijvoorbeeld kranten. Weet je, zij zorgen ervoor dat de juiste kop op de juiste indeling komt met de juiste foto. Weet je, dus ja, ik vind het ook leuk om te doen. En ja, eerste episode van seizoen 1, het wordt tijd dat ik mezelf voorstel. Maar voordat ik mezelf voorstel, wil ik wel het volgende vermelden. De eerste 3 weken komt er elke week een nieuwe episode aan. Dus we zitten nu in de eerste episode. Na die 3 weken komt elke eerste en laatste dinsdag van de maand een show online. Maar om niks te missen, zou ik zeggen, abonneer gewoon op jouw bekende kanaal. En dat kan zijn in iTunes, Spotify, Google of TuneIn, Stitcher Podcast. Zoek ons of zoek maar gewoon en dan komt het sowieso goed. En nu gaan we over naar het volgende. Waar deze uitzending op dit moment draait. Dat is mezelf voorstellen. Wie ik ben. Waar ik vandaan kom. En waar mijn roots liggen en wat ik precies doe. Waarom ik nu mezelf wil voorstellen. Nou, het heeft te maken met, ik sta nu vaker op verschillende evenementen. En ik ben ook vaak te horen op verschillende media. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen zoiets hebben van, ja, ik heb jou wel vaak gezien, maar ik weet niet precies wie je bent. En als je mij gaat googlen, kom je wel uit op mijn website. En er zijn mensen die dan wel lezen van wat je doet. Maar ze willen bijvoorbeeld ook wel horen, hoe klinkt diegene dan als presentator? Weet je, dus laat het via deze podcast zijn. Eerste episode dus, van seizoen 2, hè? Maar mijn naam is Romare Martins. Ik ben geboren in Delfzijl. Mijn roots liggen op Cap Verde, dus ik ben een Cap Verdeaan. Super trots op. En wat ik precies doe is
presenteren en werkzaamheden uitvoeren in de multimedia. Ja, presenteren. Waarvoor presenteer ik? Ik presenteer voor evenementen zoals een concertzaal of een poppodia en anders een festival. Het kan ook soms voorbij komen dat ik voor een talkshow doe. Ik heb ook een keer gepresenteerd voor een college. Waarin ik mensen uitlegde hoe je het beste een content kan maken. Ik ben elke woensdag te horen op hip-hop radioshow genaamd Break North. Dus daar ben ik actief als nieuwslezer, interviewer en reporter. En soms ben ik ook gewoon te zien als een MC, Master of Ceremony. Dus dan zorg je ervoor dat. Dan ben je het publiek aan het entertainen. Je zorgt ervoor dat het publiek lekker losgaan op jouw muziek. Of niet op jouw muziek, maar op de muziek dat wordt gedraaid door een DJ. Moet ik wel even goed vermelden, hè? Hi, hey! Nou, zo enthousiast ben ik. En voor de record, deze podcast moet ik ook nog even bij vermelden. Het is niet een podcast dat alleen zich richt tot hip-hop. Dat moet ik even vermelden. Dus alle genres en alle mensen die iets doen in de cultureel of iets op het gebied van creativiteit zijn, bij mij van harte welkom. Jullie weten hoe jullie contact moeten opnemen. En als het goed is, staan alle links in mijn podcastbeschrijving. Maar laten we verder gaan. Nou, zul je natuurlijk afvragen. Ik heb nu gehad over presenteren. Stukje waarschijnlijk multimedia, weet je, want ik ben een DTP. Die zijn natuurlijk afvragen van, ja, wat voor project heb je dan gedaan? Nou, ik heb bijvoorbeeld content gemaakt voor Break North op Bevrijdingsfestival. Want daar stond ik als podiumpresentator. Maar zo heb ik ook bijvoorbeeld interviewvragen bedacht. Samen met mijn hele team. Maar ik heb ook bijvoorbeeld nagedacht van hoe moet het eruit zien qua vormgeving. Dus ja, dat soort dingen vind ik ook leuk om te doen. En als interview heb ik bijvoorbeeld artiesten als Akwasi, Ray Fuego, Kenny B, Rob DK, Hef, Lijpen en Postman gesproken. Dat zijn hele toffe mensen, alleen maar positive vibes. En ja, weet je, dus dat, ik weet niet wat ik precies moet zeggen als interview, maar het is gewoon altijd leuk om te ontdekken waarom een artiest bezig is met de muziek. En ja, ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest, laten we daarbij houden. En dan komen we bij het volgende. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik denk via internet. Tuurlijk via internet. Maar ik denk dat het voornamelijk komt door mijn pa. Mijn pa was tussen 1993 en 1995 als nieuwslezer te horen voor een Cafediaanse radioshow. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat hij doet, wil ik ook doen. Dus ik heb echt naar hem opgekeken. En in 1995 wist ik al welke richting ik op wil gaan qua muziek of wat ik interessant vond. En dat was hip-hop. En dat heeft weer te maken met, dicht bij mijn huis was er een plein. En er waren heel veel homies die luisterden al hip-hop. En ik zag op tv ook al dat. En ik vond die beweging vond ik zo gaaf. En op een gegeven moment, in 2007, had ik zoiets van, yo, nu weet ik ook dat ik iets meer wil weten over de Nederlandse hip-hop scene. Nou, en op een gegeven moment, het komt eigenlijk door het album van Unique. Want Unique's album had interessante samenwerkingen staan met producers en met rappers. En ik had zoiets van, yo, ik moet iets meer weten over de Nederlandse scene. Ik denk, wat Unique heeft gepresenteerd, dat kunnen mijn mensen uit de hometown Delfzijl ook. Want tussen 2003 en 2006 hebben er heel veel rappers uit Delfzijl, zeg maar, muziek gemaakt. Maar ze kwamen niet altijd heel ver. Weet je, ze hebben meegedaan met talentenjachten. Maar ze kwamen bijvoorbeeld niet in een community van Groningen. Dus, en mijn doel was om dat op een of andere manier te gaan pushen. En ik heb geprobeerd om met mensen vanuit Delfzijl te praten, maar op een of andere manier ging het stroef. Toen dat stroef ging, toen had ik zoiets van, weet je wat, dan ga ik voor mezelf wel even uitzoeken
hoe ik in die Groningse scene kom. En als er mensen zijn uit Delfzijl die geïnteresseerd zijn in de Groningse community, dan moeten ze maar gewoon even komen aankloppen. Nou, op een gegeven moment zei een jongerenwerker van tegen mij van, hey Romario, jij vindt de laatste tijden heel veel dingen tof in de Nederlandse scene. Maar zou jij bijvoorbeeld niet niet willen aanmelden voor een Stichting Nieuwe Traction? Toen dacht ik zoiets van, ja, why not? Ik heb me daarvoor aangemeld. De Nieuwe Traction organiseerde tussen 2003 tot 2010 of tot ongeveer 2010 op Kardingerplas een urban festival. En bij een urban festival komen gewoon alle elementen voor. Denk maar aan muziek, art, dans, sport. En artiesten die daar kwamen was zowel van landelijk als lokaal. En ik was natuurlijk geïnteresseerd in lokaal en dat hoorden ze. Nou, aangemeld en op een gegeven moment heb ik meeting gehad met Nieuwe Traction. En toen zeiden ze van, hey, interessante formulier heb je ingevuld. Maar misschien is het juist goed om even eerst aan het werk te gaan als promomedewerker. Bij een super preview van ons. En daar ga je dan eigenlijk lopen flyeren. Nou, ik heb dat gedaan. En op een gegeven moment zag ik ook, ik heb lopen flyeren. Ik moest altijd flyers achterlaten bij winkels. En op een gegeven moment zei ze van, nou, we hebben nog een andere preview. En dat heet Super Preview bij Nieuwe Traction. In samenwerking met Alpha College. En daar moeten heel veel acts uit Groningen optreden. Waarvan Opposite zeg maar de main act was. Ik had zoiets van, oké, gaaf. Maar ik was meer geïnteresseerd zeg maar in die lokale scene. Want ik wou weten wie daar gingen optreden. En ik zag een groep heette Hollandse Glory. Ik zag op een gegeven moment Kassem en Wenky. Ze heten nu tegenwoordig Kers Major en Rowena Roussanje. En ze zijn ook geen duo meer. Ik zag dat Lopro moest draaien. Ik zag dat De Kraan moest hosten. Oftewel Kraantje Papi. En Opposites was de main act, zei ik net ook al. En ik had zoiets van, oh, dit is wel interessant. En had zoiets van, hey, als ik daar ben op die evenement, ga ik lopen flyeren natuurlijk. Maar ik ga mezelf ook even voorstellen bij Dudes als Kraan en Lopro. Weet je, want dat waren wel de twee namen die ik heel goed kon onthouden. En het leuke is, zeg maar, Kraan hoorde ik weer via rappers uit Delfzijl. Zoiets van, hey, dat is een hele gevaarlijke goede rapper. En Lopro, dat was gewoon zeg maar de resident van Nieuwe Traction. Want hij deed heel veel dingen in opdracht van Nieuwe Traction in Delfzijl. Maar ook in het gebied van Groningen. Dus ik had zijn naam ook al heel vaak gehoord. En op een gegeven moment, ja, goed. Ik ben naar die jongens toegestapt. Ik gaf me props. En we hebben mekaars contact gewisseld. Bij de ene had ik contact via MySpace. En die andere had ik contact via MSN. En vanuit daar ben ik heel veel gaan praten met die boys. En uiteindelijk had Kraan mij een keer uitgenodigd bij zijn Osso. En ik leerde dus weer zijn huisgenoten kennen. Waarmee die had samengewoond. En op een gegeven moment heeft hij mij voorgesteld aan zijn homies. Die heel veel voor hem produceerden. En andere homies die ook rapten, zoals bijvoorbeeld Dope D.O.D., weet je, Final Frontiers, weet je. Dus daarom, ik ben wel dankbaar. Jullie horen het al, hoe ik terecht ben gekomen. En je moet soms, kijk, als je iets wil, hè? Stel jij wil bijvoorbeeld bekend worden in je eigen stad. Dan zou je toch moeten beginnen in jouw kleine omgeving. Vanuit daar ontstaat een connectie of gaat iemand wel voor je uitzoeken. En op het moment dat je dat hebt uitgezocht, dan kun je actie ondernemen. Maar je moet het ook durven. En ik was wel diegene die op een gegeven moment dacht van, weet je wat, ik loop naar artiesten toe, ik geef ze de props. Ik loop naar de meest legendarische mensen en ik geef ze de props. Weet je, dus ik bedoel, ik ben Kraan heel erg dankbaar voor het feit dus dat ik boys als Final Frontiers en Dope D.O.D., DJ Irie ken.
Maar ik ben Loper bijvoorbeeld ook dankbaar voor de informatie die mij heeft gegeven over artiesten die uit Groningen komen. Ja? Hij vertelde me onder andere, zeg maar, wat de rol is van MC Sherlock. En hoe die is gekomen voor een eigen tv-show. En waarom hij een legend is. En weet je, Loper heeft mij bijvoorbeeld ook uitgelegd dat Zombie Squad een van de eerste rapgroep waren in Groningen. Weet je, en tot heden heb ik altijd nog contact met deze guys. Ja, en vanuit daar ben ik verder gaan uitzoeken. Ik bedoel, later toen Kraan werd getekend bij Noah's Ark, leerde ik via hem, ik zeg niet leerde ik, maar ik heb bijvoorbeeld ook kennis gemaakt met de Space Case en Jiggy. Weet je, die waren heel cool. Ja man, ik heb nog zelfs met Kraan nog een hip-hop show gepresenteerd, Break North. Weet je, hij was een van de eerste samenlopers die mij die blessing heeft gegeven van, hé, misschien moet jij gewoon presenteren. Ja, kijken wat ik doe. En naast presenteren heb ik nog meerdere projecten gemaakt. Dus, zoals ik al zeg, je moet er gewoon in geloven. En je moet er gewoon, alles gaat gewoon vanzelf. Eerst opschrijven van wat je wilt doen. En daarna uitzoeken op internet. Oké. Daarna ga je naar een evenement of weet ik veel. Stap je naar diegene toe. Stel jezelf voor en dan komt het allemaal goed. Ja, ik weet ook niet wat ik precies aan het opnemen ben. Nee, natuurlijk weet ik wel wat ik opnemen ben. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie nu een duidelijk beeld hebben van mij. Dat jullie ook doorhebben van, dit is wat Promare vertegenwoordigt. Dus dat. Met andere woorden, presentator en een multimedia mannetje en een man die heel veel achter schermen doet met muziek. Yes, ik bedank jullie en tot de volgende episode. Later. Hi ladies and gentlemen, ik bedank jullie voor het luisteren naar Promare Podcast. Wil jullie meer weten over mij of wil jullie in contact komen? Laat het even weten. Alle links staan in de beschrijving en tot de volgende keer. Peace! En wat je zeker niet moet vergeten, is abonneren op mijn kanaal. One love.